Mijn naam is Jan-Jacob van Dijk. Ik ben gedeputeerde in de provincie Gelderland en heb onder andere zorg en welzijn in mijn portefeuille. En vanuit die verantwoordelijkheid zie ik dat er op dit moment heel veel aan het veranderen is. Als gevolg van de decentralisaties zien we dat gemeentes steeds meer in een positie komen waarin zij zaken moeten gaan regelen, samen met de zorginstellingen. Een rol die vroeger de overheid had, de Rijksoverheid, komt nu bij de gemeentes terecht. En gemeentes, zo in de laatste 3-4 maanden van het jaar 2014, zijn druk bezig om allerlei contracten af te sluiten met zorginstellingen om die zorg voor hun burgers op een goede manier te organiseren. En ze laten zich daarbij vooral leiden door de financiële mogelijkheden die ze hebben en door datgene wat er in de wetgeving min of meer van hen verwacht wordt. Dat is op zich, kan ik me daar volledig bij voorstellen dat ze dat op dit moment gaan doen. Het enige waar ik op dit moment me wel zorgen over maak is, biedt dit ook volledig die zorg die mensen op dit moment graag willen hebben? Kunnen zij volledig doen, zorgen ze ervoor dat mensen echt die zorg krijgen waar ze behoefte aan hebben? En af en toe heb ik wel eens het gevoel dat daar meer creativiteit naar voren zou komen. Niet alleen bij de gemeentes, maar ook bij de zorginstellingen zelf, om ervoor te zorgen dat die zorg echt op maat wordt toegesneden. En dan moet je misschien iets verder gaan dan datgene wat er in de wet staat. Of moet je iets verder gaan dan datgene waar je toevallig financieel de ruimte voor hebt gekregen om dingen te gaan doen. Maar het belangrijkste en wat centraal moet staan is de zorg waar mensen behoefte aan hebben. Zorg dat nou dat dat op een goede manier georganiseerd wordt. Dat noem ik een goede invulling van het begrip zorgplicht. Het staat nergens in de wet, maar het gaat verder dan datgene wat in de wet staat. Namelijk, bied de zorg aan waar mensen behoefte aan hebben en die op hen op maat is toegesneden. Ik mag het stokje overdragen aan de volgende persoon, dat is Aaldert Mellema, bestuurder bij CNV Publieke Zaken, verantwoordelijk voor de zorg.